Waar speel jij volgend jaar? Hele goede vraag. Ik ben nog steeds aan het nadenken, ja. Dus ik zou zelf op dit moment de antwoord daarop nog niet weten. Ja, we spraken elkaar eind mei bij het feest bij het stadion. En toen zei je, ja, het seizoen is net gestopt. Ik ga nu pas beginnen met nadenken. Maar dat proces loopt dus nog. Ja, het proces loopt zeker nog. Ik ben, hoe kan je dat zeggen? In afwachting kan je zeggen, gewoon, ik laat het eigenlijk over me heen komen. Ik heb hier en daar over een paar dingen wel gedacht, over nagedacht. Maar om nu al te weten wat voor keuze ik ga maken of wat dan ook. Nee, dat weet ik. Dat eigenlijk, ik kijk naar wat mijn gevoel zegt. En als mijn gevoel ergens lekker bij ligt of wat dan ook, dan ga ik die knop pas doorhakken. Wat neem jij zelf allemaal, jij zegt al gevoel, maar welke punten gaan allemaal door je hoofd heen als je daarover nadenkt van ik moet nu een keuze gaan maken voor mezelf voor volgend jaar? Ja, ik denk op nummer 1 gewoon mijn gevoel, maar daarnaast, ja, ik heb mijn familie gewoon die ik een lange tijd niet had gezien. Ja, nu hier weer wel, maar ja, eigenlijk al die dingen, die mensen rondom mij, wat hun erover nadenken. Ik praat dagelijks met mijn zaakwaarnemer over. Ik denk gewoon echt mijn gevoel. Mijn gevoel is wat mijn gevoel zeggen en dat is het belangrijkste. We horen net van zowel Jan Struijer als Ron Jans, dat zou ik echt oprecht geen idee hebben. Ze zeggen, dat ben jij heel onvoorspelbaar, zeiden ze. Weten wel dat ze je echt een concrete aanbieding hebben gedaan. Dus die ligt er. Hoeveel van die aanbiedingen, ook van andere clubs, heb jij inmiddels concreet liggen? Ik denk een stuk of 6. Het zijn er best veel. Hebben we het dan allemaal over Nederlandse clubs of ook buitenland? Nee, beide. Beide, ja. Beide. Is dat ook nog een overweging voor jezelf? Van überhaupt van Nederland of buitenland? Of ben je daar al voor jezelf uit? Want dan kan je er al een paar wegstrepen. Heb je daar een voorkeur? Ja en nee. Ik wil... Ja, ik heb altijd gezegd, ook toen ik begin hier, kwam spelen, dat mijn buitenlandse avontuur eigenlijk niet voorbij was. Ik heb het gevoel gehad dat 2 jaar gewoon van me is afgenomen. Dus daarom hadden we ook besproken met z'n allen samen hier destijds, dat ik alleen maar voor 6 maanden hier zou tekenen. Dat het mijn boost zou zijn en vanuit daar eigenlijk zou ik weer die stap... Dat gevoel heb ik eigenlijk nog steeds, zo denk ik nog steeds eigenlijk over na, maar ja, hoe je zegt, mijn gevoel hier was top. Ik ben weer een voetballer geworden die ik voorheen was. Bijvoorbeeld hoe je weet, Feyenoord PSV is gekomen. Ja, dan als ik over PSV praat, dat is toch wel ja, de club waar je bent begonnen, de speler die je heeft gemaakt, kan je zeggen. En dan, ja, blijf je daartussen een beetje hangen, dan daarom zeg ik ja en nee. Ik weet het nog niet. Nee, we horen dit ook van Ron Jans. Ja, je contract loopt hier ook nog even door. Dus in principe ben je natuurlijk vrij om dan mee te trainen. Maar dat wilde jij ook zelf heel graag. Dus dat geeft inderdaad denk ik ook al wel aan over hoe jij erin staat wat deze club betreft. Ja, precies. Kijk, als het voor het geld was geweest of wat dan ook, dan zou ik van het begin af aan al weg zijn geweest. Zou ik niet nu hier staan of wat dan ook. Dan was ik voor het geld weg geweest. Dus dat kunnen we eigenlijk al een soort van uitkijken. Financieel is natuurlijk belangrijk, maar het is in mijn ogen op dit moment niet de hoofdzaak. Ik wil weer mijn carrière een boost geven. Ik wil, hoe ik net zei, 2 jaar is van me afgenomen naar mijn gevoel. Dat wil ik weer terugkrijgen. Dat wil ik weer laten zien aan de buitenwereld van hey, ik ben er nog steeds, hoe ik de afgelopen 6 maanden hier heb gedaan. Laten we het ook afronden, misschien met waar we mee begonnen. Dat jij zegt, van, ja, ik ben nog steeds aan het denken. In hoeverre heb je jezelf daar ook een bepaalde tijd wel voor gegeven? Van ja, dan moet ik wel een keer mijn keuze hebben gemaakt. Want ik kan me ook voorstellen dat welke club het ook wordt. Je wil natuurlijk aan het begin zo'n voorbereiding meedraaien. Want daar moet je het eigenlijk al een beetje laten zien. Ja, klopt. Ik heb wel een soort datum in mijn hoofd wanneer ik het zal doorhakken, maar... Wanneer is die? Ja, nee, dat hou ik lief voor mezelf, maar... Heb je het dan nog over weken, maanden? Nee. Kan niet heel lang meer zijn. Nee, dat ook weer niet. Nee. Het zal binnenkort zijn. Binnenkort.